Topman Gerard Kleisterlee is weg bij Philips. Het was vandaag zijn laatste werkdag bij het bedrijf. Frans van Houten neemt het stokje over. Aandeelhouders benoemden hem vandaag tot de nieuwe topman. Kleisterlee is 10 jaar bestuursvoorzitter geweest van Philips. Hij vertrekt naar Vodafone om daar voorzitter te worden. Verder heeft hij commissariaten aangenomen bij Shell en computerfabrikant Dell.